Welkom, ik ben Marvin. Ik wil je vandaag even een uitleg geven over de CF Respons. We hebben ze eigenlijk altijd enkelzijdig gehad, we hebben ze sinds kort ook dubbelzijdig. Bij ons zijn beide zijden hebben ze dezelfde grochten. Er zit een best wel goede spons in die goed water vast kan houden. We hebben een kleur rood, er zit de korrel 320 in verwerkt. Die is gebruikt voor lichte kleuren. We hebben kleur grijs, er zit de korrel 600 in verwerkt. Gebruik je voor alle donkere kleuren. En we hebben kleur wit en is puur voor het reinigen, bijvoorbeeld trespa. Er zit verder geen korrel in verwerkt. Waar moet je op letten? Dat beide zaadjes wel dezelfde grofte hebben, dat je daar in ieder geval geen fout in kan maken. En dat spons natuurlijk het water een beetje vasthoudt. Er zijn in de markt meerdere sponsen met vliesproducten erop. Ja, moet je wel op letten dat de beide zaadjes dezelfde grofte hebben. Hier hebben we bijvoorbeeld één en die heeft één kant hele grof, de andere kant is wat fijner. Als je met die hele grof natuurlijk gaat hanteren, ja, dan kan je wel problemen veroorzaken. Dus daar moet je wel heel goed op letten. En die andere is ook nog wel behoorlijk grof, is ook geen 320. Dus ja, daar moet je wel even op letten dat je daar geen fouten mee kan maken. En of de spons natuurlijk goed watervast houdt. Nou, ik ga even zo'n spons pakken, die in de markt is. Kijk of het water een beetje goed vast houdt. Nou, deze houdt niet echt heel goed water vast, maar behoorlijk voor water los. Terwijl het aardig de bedoeling is om een beetje water vast te houden, dat je zelf ook niet lekker eronder zit. Ik pak even een vlies van ons. Dezelfde kleur. Is op zijn punt. Ja, je ziet hier een paar druppeltjes. Voor de rest behoudt hij goed zijn vochtkast. Dus dat is wel ideaal. Heb je vragen over dit product of heb je andere vragen? Kijk bij ons op de website. En je kan al contact met ons opnemen. Bedankt.